Het is 31 december, oudjaarsavond. Dit is Tilbuzz. Hey Piet, aan jou de eer. Nieuwe setting. We zaten hier vorige week ook al. Leg eens even uit, waar zitten we? Ja, we zitten. We zijn natuurlijk altijd in de lokhal geweest, het hele jaar door. Maar als je dan toch echt wat lichtjes wil doen en je wil wat dat soort kerstelijke en nieuwjaarlijke gezelligheid, daarom zijn we naar de Racehof gegaan, omdat we dachten, we willen meer van de stad naar de Racehof, want daar is het altijd leuk. In de lokhal ook. Hoor. In de lokhal ook, ja zeker, maar we willen meer van de stad laten zien. We hebben al Cine Sitta een keer van binnen laten zien. We zitten nu dus in deze hoek van Tilburg en we willen ook nog een keer naar Noord en we willen naar Oost en we willen naar Zuid. We willen eigenlijk we gaan de hele on tour. Stad. Ja. Dus dat Tilburg is al Tilburg on het tour. Eerste goede voornemen voor volgend jaar, jongens, we gaan de stad in. Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Goeie avond allemaal. Of bijna avond. Bijna avond. Oudjaarsavond vandaag. Ja, bijzonder toch? Ja, heb je er zin in, Piet? Het is altijd een ingewikkelde avond. Van bij wie ga je nou zitten? Waar ben je om 12 uur? Waar ben je na 12 uur? Ik ben gewoon een beetje zenuwachtig, ja. Ook. Ben jij zenuwachtig? Ja, ervoor? Wel een beetje. Ja, ja allemaal nieuwjaarsstress. Kleine feestjes, nieuwjaarsstress, ja. Ja, dus je iemand moet gaan kiezen. Ik moet straks mijn spullen pakken en gaan. Jawel, er is toch wel dat A-vuurwerk of zo. Dat mag wel, toch? Je had het over vuurwerk. Ja, echt vuurwerk. Ja, en wie horen we hier? We horen Martijn. Ja, oh ja. Welkom Martijn, leuk dat je er bent. Ook helemaal naar de Racehof gekomen. Ja, inderdaad. Voor jou eigenlijk terug op een bekende plek, want je bent hier ooit... Ooit heb ik in de Racehof gewoond en ooit heb ik ook de Racehof verlaten. Maar, ja, precies. Vanavond weer terug. Nou, leuk dat je er bent. Ja. Ja. Welkom. Leuk dat ik er ben inderdaad. Verrassing dat ik eruit genodigd. Stel jezelf even voor. Martijn Lavaar, 41 jaar, geboren en getogen Kruik. Aha, ja zeker. Dat hoort erbij. Ja. Ondernemer. Ja. En ondertussen ben ik een ondernemer die meer zich bezighoudt met duurzaamheidsproposities. B-Corp en... B-Corp zeg je nou heel snel? Wat is B-Corp voor iets? Ja, dat is een certificering voor bedrijven die eigenlijk het beste voor hebben met de stakeholders van het bedrijf. Dus waar je als bedrijf invloed op hebt, je eigen medewerkers, de omgeving waar je in zit, jouw toeleveranciers. Ja. Nou, als je daar het beste mee voor hebt, kun je daar een certificering voor aanvragen. Dat is een puntenstel systeem. Is het dan een soort sociaal, duurzaam, natuur, medemensen? Wat moet ik me voorstellen? Dat allemaal. Het is een moeilijk woord, maar een holistische aanpak. Okay. Dus uiteindelijk, het gaat niet alleen maar om duurzaamheid. Het is niet alleen maar goed voor de plantjes. Hè, maar uiteindelijk heb je als bedrijf wel invloed op het klimaat. Of in ieder geval op het ecosysteem. Yep. B Corp gaat dus echt kijken van, hoe kun jij nou als bedrijf zijn en niet alleen maar gaan voor winstmaximalisatie. Hè, dus zeg maar. Dat is eigenlijk een beetje oude eeuws denken, vorige eeuws denken. Maximale winst en we maken niet uit of we nou dingen kapot maken of we nou mensen wellicht niet goed behandelen. Nee, niet van deze tijd. Nee, we zitten nu in een nieuwe eeuw, al een tijdje trouwens. En daar hoort ook een nieuwe manier van werken bij. En dat is eigenlijk een B Corp standaard. En dat betekent gewoon dat je dus gewoon met je stakeholders rekening houdt als bedrijf. Ja, okay. Want jij bent eigenlijk ook gewoon heel erg duurzaam bezig ook tegelijkertijd. Ik doe mijn best in ieder geval, ja. Dadelijk mag je daar ons nog meer over vertellen. Want volgens mij hebben we een beller onder de knop. Ah. Want volgens mij hebben we Ben... Nou, we hebben nog niet aan de telefoon hangen. Nee. Ja, maar we gaan natuurlijk wel onze Ben bellen. Ja, afsluiting van het jaar, laatste keer. Ja. Een heel jaar bij ons geweest en... Nu gaan we gewoon eens live in de uitzending bellen. Ja, hoeveel mensen zou je nou beïnvloed hebben dat ze het weekend gingen doen wat Ben verteld had? Even kijken of hij wil opnemen. Ja, dan zouden we eigenlijk een soort mini onderzoekje naar moeten doen. Klein enquêtetje. Is hij daar al? De Ben-quête. De Ben-quête. Hi guys. Ben beïnvloed. Hey, de Ben-quête. Wat vind je daarvan? Wat vind ik waarvan? Nou, wij dachten van, van alle tips die jij iedere keer geeft voor het weekend, hoeveel mensen zouden, denk je, daar gebruik van hebben gemaakt? Dus we dachten, als we nou een soort Ben-quête doen. Oh, een Ben-quête. En dan gaan we kijken of we erachter kunnen komen. Dus misschien een goed voornemen voor het nieuwe jaar. Hey, de beste wensen alvast. Ja, wat zeker. Ga jij vandaag lijkt doen? Me een goeie. Wat ga jij vanavond doen? Wat ik ga je met familie je nieuwjaar vieren? Of wat ga je doen? Ik treuzel welke bitterballen. Nou, die sowieso ook. Dat zijn hele grote bitterballen. Ik ga halen. Want precies. Je kunt namelijk de limoncello doen. Ja. Of de arancello oliebollen. Of de schobler oliebollen. Ja. Of de gewone natuurlijk. En waar haal je die dan? Je hebt een Italiaan bij het radiopleintje. Die daar heel erg goed is in die limoncello en arancello, dus heb je sinaasappel, oliebollen. En stad van Schobbelair, daar zul je naar Goorlen moeten bij de bakkerij daar voor de Schobbelair oliebollen. Heeft gewoon een grote Schobbelair afgepakt, dat kan toch niet? Op de Vredeplein kun je nog ook de Tom Poes oliebollen krijgen. Jongen, zeg.
Ja, en wij spreken straks nog de lekkerste oliebollen uit Tilburg. Want dat is door de Algemeen Dagblad bepaald. Die komen uit de Reeshof. Gewoon uit de Reeshof. Ja. Bij de oliebollen drive-thru in de Reeshof ook, hè? Zou kunnen. Ja, daar zit hij ook goed. En je hebt er nog eentje vlak naast het winkelcentrum. Dus die gaan we straks eventjes bellen. Oh, mooi. Hey Ben, het is natuurlijk de laatste avond van het jaar. En is dat alles wat je gaat doen? Of ga je nog, want schijnbaar zijn wij als 11e land in de wereld die het meeste champagne hebben gedronken het afgelopen jaar. Oh. Dus jij gaat het jaar ga je uitfluiten met champagne? Ja, of juist niet, want je hebt toch niet gedronken. Groeiend champagne hier in Nederland. Och, en dan de originele, daar is toch altijd wat gedoe over? Dat je de originele, dat je wel een gecertificeerde moet hebben, zeg maar. Of certificering gesproken, Martijn. Het verhaal van champagne is natuurlijk, je hebt maar één regio in Frankrijk, die heet champagne. Ja. En daar komt champagne vandaan. En de rest hebben ze hartstikke lekkere mousserende wijnen. Maar dat mag niet champagne heten. Alleen, wij noemen alles champagne. Welke type glas je het moet drinken tegenwoordig? Dat hoge toch? Ja, want de fluit, zeg maar, de smalle lange, dat is uit. Dat doe je niet meer met champagne. Oh, nou dan hebben wij de verkeerde glazen hier op tafel staan. Ik zit hier al met de fluit voor mijn neus. Ja, nee, dat is echt 2020. Dat is het niet. Nou, Ben, wat dan? Meer richting de witte wijnglas. Nou, je hoort dat ik er helemaal geen verstand van heb. Als ik met mijn glas water hiervoor. Dan krijg ik altijd zo'n tulpglas. Oké. Zeg maar, ik dacht altijd dat de fluit inderdaad een Nederlandse uitvinding was. En dat tulpglas dat wat meer ik leer hier elke dag weer bij Tilbus. Echt geweldig. Ben, wat gaan we doen? Ja. Nou ja, is er al wat bekend? Ik denk in deze tijd moet je gewoon voor de win-win gaan. Ja. Dus dat is eigenlijk een ander helpen, terwijl je jezelf ontzettend helpt. En dat kun je dus doen door bijvoorbeeld de horeca te ondersteunen. Want dat kun je met al die thuischefs. Yeah. Er zijn chefs die hebben allerlei leuke ideeën. Die komen soms gewoon voor de deur staan met een hele grote kaas die ze gaan smelten door over de pasta heen gaan doen. Of met zo'n klaptafeltje met een borrelplankje. Of gewoon bij jou in huis komen koken. Hè. Dan kunnen twee mensen binnen. Nou, de kok en moet er één uit, inderdaad. Voor je. Dus ja, daar steun je de horeca mee. Doe je zelf een reuze plezier mee. En gaat het allemaal, en ben je er nog niet uit hoe je dat of wie dat wil laten doen? Want er zijn zoveel horeca, Tilburg, die dat doen. Nederland ook. Dan is er ook een boek en dat heet Kok in Lockdown. En dat brengt ontzettend veel inspiratie. Zeker als het lekker koud, vries of nat is. Ga lekker zitten. Boek van Rien, toch? Of niet? Het zijn allemaal Tilburgse koks, toch? In de Emma Passage, de boekhandel daar, kun je dat... Was dat niet het boek van Rien, Ben? Sorry? Was dat boek van Rien? Ja, Rien van Linschoten. Rien van Linschoten, die hebben we in de uitzending gehad. In de Cinecitta, toen heeft hij het gepresenteerd. Dus, en Annemarie, die heeft er ook bij ontzettend bij geholpen. Dus dat moet ik even bijnoemen. Gaaf project. Ja, dus dat kun je doen. En ja, weet je, als je dat allemaal gedaan hebt, die oliebollen en schobbelen en die drankjes en al het eten, dan doe je jezelf ook weer goed aan. Onaangekondigd, want ik heb het nog nergens gelezen, maar ik weet gegarandeerd zeker dat iemand in het Pierhaven gaat duiken. Okay. Dus ik zou met een frisse duik beginnen, dan de gympies aandoen en alvast gaan trainen voor de kruikenloop op 26 februari. Kijk. Want dan heb je eigenlijk je eerste loop al binnen als je voor de Tilburg triple medaille gaat, hè, voor die stadsmedaille. Oh ja. Dat is ook nog een voornemen voor volgend jaar, toch? Ja. Kijk, die schrijf even op. Ja. En dan heb ik nog een voorspelling voor volgend jaar. Ja. Ik hou je vast, hè. Ik voorspel dat volgend jaar, als we met z'n allen daarin willen geloven, we de gelegenheid hebben weer om naar Roadburn, Wuha, Levenslied, Mijnmarkt, Kaapstad, dat is een mooie voorspelling. Circulo, 10 miles, Parkpop, allemaal weer te doen. Krijg en wat kippenvel van. Ja. Oh, dit doet wel een beetje. Dat... Hey, en wij moeten afscheid van jou nemen, maar ik wil jou nog één kleine vraag stellen. Heb je even nog een lekkere uitloper? Wat wens je Tilburg toe? Vannacht of vanavond. Een Tilburgse wens. Ja, een mooie wens van jou. De wens van Ben. Dat ze zichzelf blijven en vooral trots blijven op de stad. En dat ook nog uitdragen aan de rest van de wereld. Ja, heel wat een mooie woorden weer van gewoon Ben. Gewoon oerger blijven. Ben je er volgend jaar weer bij, Ben? Wanneer? Volgend jaar. Ja, zeker. Kijk, als ik er weer bij mag zijn. Ben ik erbij. Heel graag. Heel gaan we overleggen en dan denk dat het... We hebben nog een evaluatie. Ik vermoed dat het unaniem ja gaat worden, want we zijn er elke week hartstikke blij mee. Hey, heel erg bedankt. Ik hoef niet af te sluiten met voorzichtig met vuurwerk, maar misschien met sterretjes in ieder geval. Ja. Precies. Hey, ik wens jou een hele fijne avond. Hey, doei. Hallo. Doei. Hoi.
Ja, dan gaan we dus die avond in. Martijn, had jij al een plan wat jij gaat doen straks? Ik heb al een plan, inderdaad. Het wordt een klein onderrondje. Normaal is het altijd natuurlijk een groot comité feest vieren. Dat wordt vanavond wat moeilijker. Maar... Ja, en daar ben jij bekend mee in een groot comité feest vieren. Want jij bent ook onderdeel van het carnavaleske deel van Tilburg, toch? Ja, klopt inderdaad. Ja, je hebt een rol in de raad. Ja, ik ben een van de 11. Een van de 11. En er is dus heel veel. Er gaat nog steeds een beetje rumoer rondom door de stad. Van gaat het wel of gaat het niet door? Ja. Wat denk jij? Ik ga daar mezelf niet op laten vastpinnen. Ik denk daar niet zoveel over. Ik hoop van ganse harte. Ja, ja. Het wordt wel steeds korter tot carnaval. En als je kijkt wat er gebeurt in de actualiteit, dan gaat het niet zo heel erg goed met. Of ja, juist heel erg goed met corona, dus niet zo goed met alle andere dingen. Dus ik hou mijn hart wel. Echt vast, want wat Ben het ook al zei van goh, ik denk dat iedereen wel weer behoefte heeft aan gewoon een keer een feestje. Ja, heel veel mensen carnaval, maar gewoon weer een keer en masse met elkaar samenkomen, feestje beleven, dat is denk ik offline, een grote wens. Hè? Ja, offline, ja, precies. Hey, we gaan naar Freek toe. Ja, we gaan Freek bellen. Freek van Litsenburg. Ja, want hij is de winnaar van de Tilburg University Challenge. En ik ben heel erg benieuwd naar... hij heeft gewonnen met de prijs Bigger Picture Clothing. Mijn Engels is... Kan je ook bij meepraten, Martijn? Is ook duurzaam. Ja. We hebben nog niet... Iets wat ik uit de hoed kan trekken als het gaat over kleding en duurzaam. Maar laten we eerst eens even naar deze winnaar gaan. Hoi jij ons. Hey Freek. Hoi. Hoi. Je zit live in de uitzending van Tilbus. Kijk, gezellig. Wat leuk dat je erbij bent. Hey, Freek, je hebt Halima onder je telefoon. En Piet is er ook. En Martijn, ook een hele duurzame jongen. Die zal je dadelijk wel een mooie vraag kunnen stellen. Oh, maar gefeliciteerd, van harte. Kan je ons vertellen waar je mee gewonnen hebt? Neem ons mee. Wat zei als laatste? Sorry, jij viel waarmee ik gewonnen Wat heb je gewonnen? Of wat is je pitch geweest? Ja, nou het is eigenlijk een hele wedstrijd geweest die dan eindigt en als het ware bezegeld met een soort finale pitch. En wat we daarmee tastbaar gewonnen hebben is €4.000 investering. Dus echt in cash geld en verder nog een hele hoop hulpmiddelen en faciliteiten vanuit alle partnerbedrijven en de universiteit zelf. Wat ga je doen precies? Waarmee heb je gewonnen? Het concept is eigenlijk, het heet Bigger Picture Clothing. En heel kort uitgelegd is het duurzame kleding. Mm-hmm. Die dus inputs-wise goed of in ieder geval niet slecht zijn voor de planeet. Mm-hmm. Waarmee per verkocht product een bepaald thema die vasthangt aan het kledingstuk wordt gesponsord. Dus bijvoorbeeld de albinistische community in Ivoorkust is een project waar we ons nu mee bezighouden. Of waterschaarste in Ethiopië, om wat voorbeelden te noemen. Ja, dus je kiest voor charitable causes, zeg maar, voor goede doelen die je zeg maar iedere keer aan een kledingstuk koppelt. Ja, en de eerste van net die je noemde, hoe link je daar een kledingstuk aan? Je zei albinisme. Ja, dus, albinisme, ja? Ja, dus eigenlijk werken we in verschillende collecties. Dus de eerste collectie is dan thematiek Ivoorkust. Dus in de designs moet je dan denken dat de kleur oranje, wit en groen een olifantendesign, omdat Ivoorkust daar heel nauw mee samenhangt. En het goede doel van de albinistische community, dat vindt plaats in de hoofdstad van Ivoorkust in Abidjan. Dus het is eigenlijk thematiek Ivoorkust en ja, het doel is dan in dit geval die groep. Ja, en hoe ga je dan hier de mensen mobiliseren om mee te doen? Hoe ik hier de mensen ga mobiliseren om? Mee te doen. Oh, om mee te doen. Ja, nou, hoe zorg je eigenlijk ervoor dat mensen ook mee gaan doen? Ja, eigenlijk doen we dat. Gaat het eigenlijk supergoed en een soort van zelf af. Door het feit dat we eigenlijk de klant of iedereen die zich betrokken voelt bij ons bedrijf, als het ware meenemen in de impact. Dus als je ook echt een kledingstuk koopt, dan krijg je ook zowel in tekst als in foto's, video's echt te zien wie er uiteindelijk blij of beter van worden van jouw aankoop. En daardoor gaan mensen ook vanzelf als het ware mee. Ja. Hey, nog een laatste vraag. Wat ga je doen met die €4.000? Heb je er al over nagedacht? Ja, zeker. In 2022 willen we weer een nieuwe collectie met een nieuw thema ontwikkelen. En daarvoor misten we nog investering. Dus het gaat allemaal weer terug in een nieuwe collectie. En je hebt al een bestaande collectie. Dus kunnen die ergens vinden? Kan ik als ik
staat die online? Of hoe kom ik bij jullie uit? Ja, onze webshop is biggerpixarclothing.com. Mm-hmm. En daarop staat nu de volledige Ivoorkust collectie online. En daar zal dus in 2022 ook weer een vervolgcollectie online komen. Nou, ik ben wel benieuwd. Ik ga wel even kijken. We kijken er wel even naar uit. Hey, heel erg bedankt, Freek. Heel veel succes. Ik wens jou in ieder geval een fijne jaarwisseling toe. En we gaan denk ik nog wel meer van jullie horen. Kijk, superleuk om te horen. Jullie ook en bedankt. Dank succes, hè? Succes. Ja. Hoi. Dag. Ja, Martijn, je merkt wel, je hebt hier goede vragen over. Jij weet hier het een en ander van, denk ik, of niet? Ja. Dit onderwerp. Klopt. Ja, ik probeer het kort te houden, hè, want we hebben natuurlijk een druk programma vanavond. Het is zo namelijk, als ik zei net al, ik ben bezig met duurzaamheid. Nou, dat doe ik vanuit een marketingcommunicatiebureau, reclamebureau noemen mensen het ook wel. Daar ben ik partner geworden bij hun duurzaamheidstak. En wij hebben eigenlijk redelijk recent, 7 december, een initiatief gelanceerd. Het heet Sok by Sok. En daarin gaan we eigenlijk mensen uitdagen om 2 verschillende sokken te dragen, omdat wij eigenlijk erbij uitkwamen, omdat een van onze klanten is ook een ander duurzaam sokkenmerk, dat er heel veel misstanden zijn in die fashion-industrie, waarbij er echt heel veel over geproduceerd wordt. Daar had ik nooit geen weet van, maar het blijkt gewoon ongeveer dat van alle sokken die wereldwijd geproduceerd worden, 40% eigenlijk zonder dat die dus... Bijna de helft. Ja, en dit is nog een defensieve schatting, dus misschien is het er zelfs wel meer... nooit een mensenvoet raakt. Dus met andere woorden, we maken zeg maar zoveel miljoenen sokken. Het is ook eigenlijk een soort heel triest kerstverhaal, nieuwsverhaal. Ja. De verloren sok die dan zijn broertje kwijtraakt en ergens op een berg terecht komt. Nou, het is gewoon bijna te gek voor woorden als je het hoorde. En dat was het eerste toen ik dat verhaal hoorde van wow, 40% van wat we maken gooi je meteen weg. Dat geloof ik niet. En daarom zijn we de Sok by Sok begonnen. Ik zal het kort pitchen. We dagen mensen uit om 2 verschillende sokken te dragen. Want we zeggen allemaal wel, boze industrie, jullie produceren te veel, blablabla. Uiteindelijk, de industrie is de slaaf van consumentengedrag. En wat er in de industrie gebeurt, doen wij thuis stiekem op kleine schaal ook. Want wij krijgen sokken altijd in paardjes aangereikt. De wasmachine eet er soms eentje op, er zit een gat in een en dan gooi je ineens die andere sok ook weg. Want die is dan niet meer goed. Terwijl die sok heeft nog net zoveel functie. Hij doet er nog steeds goed om jouw voet. Ik heb ook heel lang geloofd in het wasmachine-monster. Die zit er ook. Er moet ergens iets voor iemand, dat kan toch niet? Bijna elk huishouden, als ik dit verhaal aan iedereen vertel, dan zegt iedereen, maar ik ben ook sokken kwijt. En ik heb gewoon, de meeste mensen hebben een mandje of een la waar ze die sokken in gooien. Dus eigenlijk is dit een soort verloren Sinterklaas verhaal. Ja, het is heel herkenbaar voor veel mensen. Niet het wasmachine-monster, maar het is eigenlijk gewoon ons eigen gedrag. Ja, dus op het moment dat jij gewoon uiteindelijk zegt van, ik herken de waarde ook van die ene sok. Dus ik ga die dragen en je gaat 2 verschillende sokken dragen. Nou, dat is deel 1 van mijn oplossing die wij bieden. Hè. We proberen een beetje bewustzijn te creëren daarover. En vervolgens zijn we ook sokken aan het verkopen. Wij redden sokken van de brandstapel. Echt, die is eigenlijk op het punt staan om in de oven in te belanden. Die kopen wij op. Maken wij mooie stapeltjes van 5 stuks van. Dus oneven getal. Ook oneven sokken, dus niet gelijke sokken. En die verkopen wij weer. En met het geld wat we daarmee ophalen... 5 stuks, hè? Niet 5 paar. Nee, 5 stuks. Okay. Ja, en met het geld wat we daarmee ophalen, gaan we weer meer bewustzijn creëren rondom dit thema. Waardoor we weer meer mensen onze sokken kunnen kopen. Waar we weer meer sokken kunnen redden van de oven enzovoort. Hoe gaat dat dan? Want ik heb een hele berg sokken liggen. Ja. Als ik dit had geweten, dan had ik mijn mand meegenomen voor je. Ja, precies. Maar... ik zit dus met die sokken. Ja. Hebben we nog even tijd? Vast wel even. Zeker. Neem ons even mee in hoe dat dan gaat. Ik heb mijn sokken, alsjeblieft. Nou ja, heel simpel. Je moet, als jij jouw sokken thuis gewoon gemixt gaat dragen. Dus eigenlijk gewoon zeggen, ik geloof niet meer dat ze in paardjes horen. Het zijn 2 individuele items. Dan ga je zien dat je eigenlijk veel minder sokken nodig hebt. Want je gaat ze gewoon langer mee. Hè? Dus dat is al duurzaam. Tegelijkertijd maak je eigenlijk, wij noemen dat een sustainable fashion statement, want je loopt in 2 verschillende sokken. Mensen vragen jou waarschijnlijk, valt het op, maar je hebt 2 verschillende sokken aan. Dan zeg je, nou, daar kan ik wel een verhaaltje over vertellen. En uiteindelijk word je dan onbewust, en dat is het idee, een beetje onze spokesperson voor, zeg maar, wij noemen het een beweging, willen een movement starten. Als een ambassadeur loop ik met mijn sokken. Iedereen gewoon op sokken. Iedereen 2 sokken dragen, 2 verschillende sokken dragen. En op het moment dat je merkt van, mijn sokken beginnen op te raken, want dat gebeurt met sokken, dus ook helemaal niet erg. Koop dan nieuw, maar koop dan alsjeblieft die sokken die wij gered hebben, zodat we niet meer bijdragen aan die overproductie. En dat is dan zeker bij sokbijsok.nl of... .org. .org. Ja. Kijk, die gaan we straks nog een keer herhalen. Ja, en wel iedere keer wil ik me herhalen. Want doe je ook wel eens 2 sokken over elkaar?
Nee. Tweede zelf. Ja, trouwens, jawel. Nee, sorry. Jawel, ik elke keer. Ik doe als ik hockey, doe ik twee sokken over elkaar. Dan kan daar tussen mijn schemeschermer. Oké, want ik kan me voorstellen, we gaan daar naar iemand toe. En veel mensen doen denk ik op het moment twee sokken over elkaar om een beetje energie te besparen. Want op het moment is de energieprijs die is gigantisch hoog. Ja. En om mensen ervoor te zorgen dat ze er niet bij koud bij zitten. Sommige mensen zitten met een dekentje op de bank. Andere misschien twee sokken over elkaar heen. Een warme koffie, thee. Het zijn mensen die meer dan 100 euro per maand omhoog schieten. Bizar veel geld. Ongekend. Zullen we daar Marja even over bellen? Dat lijkt mij Marja Wittebos. Want die actie, er is dus een actie gestart waar we het net over hadden. 400 keer 400 actie van Contour de Twern en ondersteuningsfonds Tilburg. Om dus 400 Tilburgers te vinden die 400 euro willen doneren. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Die actie startte in december. Ik ben ondertussen ben ik er even aan het bellen. Maar wij hadden dus van we zitten nu aan het einde van de maand. Ja. En volgens mij hebben we nog steeds twee koude maanden die eraan zitten. Precies. Goedenavond met Marja Wittebos. Kijk, hoi Marja. Goedenavond Marja. Ik spreek met Halima en met Piet heb je hier. En onze tafelgast is vandaag Martijn. Hallo. Hallo. Wij lazen over jouw actie 400 keer 400. En ik zou haast zeggen, ik kreeg er helemaal warm van, maar dat geldt niet voor iedereen, hè? Nee, dat klopt. Zou je ons willen vertellen? Neem ons mee in de actie. Want je bent al even bezig. Ja, we zijn nu, sinds de 13e zijn we bezig. En er komt veel respons op, want er zijn toch veel mensen die zeggen van het kan niet bestaan dat er mensen door de stijgende energieprijzen verder in de problemen komen. En wat zijn dat voor mensen? Hoe benaderen ze jullie? Want 400 euro is ook best een behoorlijk bedrag, zou je voor sommige mensen kunnen denken. Dus hoe gaat dat? Het idee is, het kabinet heeft beloofd dat wij volgend jaar allemaal een compensatie krijgen voor de gestegen energieprijzen. Dat zal gemiddeld per gezin, per huishouden, 400 euro zijn. Nou zijn er veel mensen die zeggen van ja, leuk, ik heb het heel hard nodig, dat kan ik goed gebruiken. Maar er zijn ook mensen die zeggen van ik voel me daar een beetje verlegen mee, want ik heb het eigenlijk niet nodig, omdat ik een energiezuinig huis heb of omdat ik altijd iedere maand wel behoorlijk iets over heb. Maar ik hoor dat er zoveel stadsgenoten zijn die hierdoor in de problemen komen. Zij willen graag dat geld dan doneren. Aan de mensen die het nodig hebben. En moet je dan, is het dan de vraag eigenlijk, moet je in één keer 400 euro doneren? Of is het dan eigenlijk omdat je elke maand krijg je dat geld een beetje terug hè, vanuit de belasting, dat je dat dan maandelijks overmaakt? Of vragen jullie aan mensen om één keer die 400 euro te betalen? Nou, wij krijgen nu al aanvragen binnen en er zitten nu al mensen in de problemen. Mm-hmm. En we vragen aan mensen die het kunnen missen en die dus dat bedrag ook in hun hoofd kunnen sparen. Om nu dat geld te doneren. En dan krijg je dat in de loop van het jaar, wordt dat dan gecompenseerd. Ja, oké. Okay, en we zouden het fijn vinden als mensen dat doen. En we snappen ook, het is een solidariteitsactie. Er zijn ook mensen die zeggen van, nou 400 vind ik veel. Maar als ik er 400 krijg, 200 voor een ander en 2 voor mezelf. Dat kan natuurlijk ook. Dus we zien ook wat kleinere bedragen binnenkomen. Maar we zien ook mensen die denken van, nou en dan doe ik er nog een schepje bovenop. Wauw. Oh, dat is op zich wel een hele goede, Marja. Want je hoeft dus niet per se 400 euro over te maken. Als ik zeg van, nou ik heb een paar tientjes over, die wil ik ook op de stapel gooien. Dat kan ook. Dat kan ook en daar zijn we even blij mee, want dan weten we dat hetgene is wat je kunt missen. Hey, en Marja, de actie werd in december gelanceerd. Jullie doelden ook op december, maar ja, de maart is nu voorbij. En misschien dat er nu mensen luisteren die denken, oh, dat vind ik eigenlijk toch wel tof. Ik heb die 400 euro niet nodig, die wil ik aan iemand anders doneren. Kan dat dan ook de aankomende maanden nog? Ja, heel graag, heel graag. Want de actie begint nu lekker te lopen. Dat is fijn. Maar de aanvragen die zullen veel meer zijn ook dan hetgene wat wij bij elkaar kunnen krijgen. Maar de gedachte was, ach wat zou het toch mooi zijn als we 400 Tilburgers vinden die andere Tilburgers willen helpen. En hoeveel dat er precies zijn, dat weten we niet. Dus het gaat ook niet alleen om december. Het gaat eigenlijk gewoon om, als je iets over hebt, gewoon maar de hele winter door. Ja.
En als je in, ja, de, en als je in de problemen zit, dus je bent een van de, zeg maar, niet van de rijke 400, maar van de, zeg maar, de wat meer onfortuinlijke 400, dan kun je je ook nog aanmelden? Of heb je al 400 mensen gevonden? Ja, dat kan ook. Als mensen merken van, nou, dit gaat me echt helemaal in de problemen komen. Ik kom hierdoor in de schulden, of ik zit al in de schulden en nu wordt het alleen maar erger. En ik heb geen reserves om dat zelf op te vangen. Dan kunnen ze gebruik maken van de hulpverlening in Tilburg. Die is goed georganiseerd via de toegang. Als je je daar aanmeldt, dan zullen die mensen je helpen om bij dat fonds terecht te komen. Okay. Je kunt niet rechtstreeks bij het Tilburgse ondersteuningsfonds. Ja, ja. En ik hoorde ook nog ergens in de gangen geruchten dat jullie ook juist die hulpverlening nog zoeken. Of klopt dat? Die hebben we al heel actief benaderd daarin. Die weten precies wat ze daarvoor moeten doen en hoe dat zij die aanvraag dan bij ons moeten indienen. Maar je moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat je dit zelf niet kunt oplossen. Dus ja, dat vinden we ook een beetje gênant natuurlijk. Maar we kunnen niet iedereen op zijn mooie blauwe ogen geloven of bruin of wat voor kleuren dat daar tussenin zitten. We willen graag zien dat je energieverbruik ongeveer hetzelfde is als vorig jaar. Maar dat door de stijging van de energie je in de problemen komt. Wat ik me dan afvraag, Maya, is het lijkt mij een enorme administratieve klus ook. Om het stukje wat je net vertelt over het hele, ik noem het toch maar even controle. Maar aan de andere kant ook het verwerken. En het doen jullie dat zelf of is de gemeente daarbij betrokken? Wij zijn Tilburgs Ondersteuningsfonds. Dat is een aparte stichting. Daar zitten mensen in. Die hebben een kleine commissie. Iemand van de woningbouw, iemand van schuldhulpverlening, iemand van de toegang, iemand van Contour de Twerren. En ikzelf zit erin. En één keer in de twee weken behandelen wij vragen van mensen in nood in Tilburg. Dat doen we altijd al. Dat doen we sinds 2013. Dit komt erbij. Dus we hebben daar al een bestaande infrastructuur voor die het allemaal wat makkelijker maakt. Ja. Hey, wat ik zelf misschien soms nog wel moeilijk vind in dit soort gevallen, is dat veel van de mensen die echt een beetje aan de onderkant zitten, qua financiën en dergelijke, die hebben soms ook, er is laaggeletterdheid of er is mensen die zijn digibeet of die hebben moeite om de weg te vinden. En ze opzadelen met laat je rekening van vorig jaar zien en dit. Is dat niet nog weer een beetje een drempel opwerpen? Of zeg je van nou, daar helpen we ze ook doorheen? Want dat lijkt me wel een beetje, dat vind ik wel jammer. Als het zou laten vanwege de ingewikkeldheid van een aanvraag. Daar helpt die hulpverlening daar doorheen. En daarom is het zo mooi dat wij hier eventjes mogen vertellen wat wij doen. Want wij hopen dat juist andere mensen die om deze mensen heen staan, deze mensen erop wijzen. En misschien met hun ook gaan kijken van hoe kun je die papieren dan bij elkaar vinden. Ja, ouderen bijvoorbeeld. Dus we hopen echt dat dit aan alle kanten, al heb je het geld niet, dan dat je op een andere manier je solidariteit laat zien. Maya, er luisteren nu mensen mee. Hè? Het is oudjaarsavond. Mensen hebben zitten misschien in een goede bui. Hoeven niet zoveel geld gewonnen. Hoeven niet zoveel geld uit te geven aan vuurwerk. Ik hoor hier een heel mooi doel. Waar moeten mensen zich melden? Er is een site, ondersteuningsfonds.tilburg.nl. En daar kun je heel gemakkelijk vinden als je geld wil geven. Dat kan via een QR-code. Maar ook als je welke wegen je moet bewandelen als je een aanvraag wil doen. Dus daar kun je alles vinden. Oké, dus www.ondersteuningsfonds.tilburg.nl. Ja. Heel erg bedankt. Ik wens jou en de mensen naast je een hele fijne jaarwisseling. En mag het in ieder geval een wat warmer, gevoelsmatig warmer jaar worden voor ons allemaal. Voor jullie hetzelfde en dankjewel voor de aandacht die jullie hier aan willen geven. Graag gedaan. Graag gedaan. Dag. Tot ziens. Nou, daar krijg je toch warm van? Ja, het is ongekend stiekem dat we leven toch in een rijk land. Hè? Ja. Dat kunnen we denk ik best wel zeggen op wereldschaal. Absoluut. Dat er toch nog gewoon dat mensen in de kou zitten. Ja, mensen in de kou zitten. Ja, letterlijk en figuurlijk. Om dan toch weer even, ik wil het niet altijd over sokken hebben. Nee, maar wij zijn dus ook bij de kledingbank. Zijn we kledingbank Eindhoven, in dit geval zijn we in contact. Ja. En blijkt dus ook gewoon dat daar gewoon, ze hebben gewoon het tekort aan sokken, zo kleding. Hè? Bedoel, het feit dat een kledingbank bestaat is natuurlijk al, eigenlijk armoede, vanwege armoede. Maar ze hebben dus geen sokken. En dan krijg je dus weer dat er gewoon sokken worden verbrand. Ja, maar die stop ik inderdaad nooit in mijn zak. Nee.
Die stopt als broeken, truien in, maar nooit sokken. Nee, die daar mensen hebben, daar kan ik mijn sokken naartoe. Daar kun je, nou, wij gaan het ook voor je doen. Hoor. Dus wij, zeg maar, wij gaan ook sokken doneren aan die kledingbank. Okay. In ieder geval in dit geval Eindhoven. Maar als die genoeg heeft, dan gaan we naar de volgende kledingbank. Ik zou ook even in Tilburg gaan kijken wat dat betreft. Ja, ik kwijt het 500 misschien, dat je daar ik stond er echt van te kijken. Ik denk, oké, zelfs sokken is dan een issue? Ja, wauw. Ja. Ja, maar het is simpel als sokken, lukt niet. Het is echt een eye-opener. Ja. Ja, en nou, of het waar dan toch een warm bij zitten. Wij waren ook wel warm, zaten er op een gegeven moment heel warm bij, omdat we verrast waren volgens mij door de warme reacties die we kregen op de muziek van vorige week. Ja, zeker. Ja, Simon Keats die is toen langs geweest. Nou, heeft in onze kerstuitzending toen een prachtig nummer tegen horen gebracht. Nou, telefoons stonden roodgloeiend. Daar krijg je ook wel warm van. Dus we hebben op een gegeven moment zaten met z'n allen om de telefoon heen. Super lekker. Heel duurzaam ook. Heel duurzaam. Ja. En toen dachten we van nou, misschien vragen we een keer terug. Dus dat hebben we gedaan. Nou, mooi. Zullen we gaan luisteren? Hij staat klaar. Ik ben benieuwd. Dames en heren, Simon Keats. Fly to Miami, Paris, New York, Mexico City, Berlin, Ankara, Madrid and Vienna, I dance in Peru. I think of you. Get me in London, bring back the band to Cairo and Riga, a sweet Amsterdam. Cuba and Moscow, oh, what a thrill. I love you still. I love you still. I love you still. I love you still. Guess who loves you? Guess who loves you? Guess who loves you still? A beautiful tango, a gold modern play, a champagne and party, so what can I say? I cruise on the highway, I land on the moon, I think of you. Oh, live like bohemians, a crash in the bar, singers and actors, the glitters and stars. Live like the fire with $10 bills, well, I love you still. I love you still. I love you still. I love you still. Guess who loves you? Guess who loves you? Guess who loves you still? Dames en heren, dat was hem. Wauw. Mooi hoor. Simon Keats. Ja, ik ben benieuwd of we weer, weer warm bij de telefoon kunnen gaan zitten. Want wat was dat lekker. Weer even lekker die muziek. Ja, top. Hey, en over lekker gesproken. Nou, als ja, ik hier zo op tafel. Ja, ik zit er ook al de hele tijd naar te kijken. Ja, want ik weet, Loet zit me altijd te plagen over de race of hel. En ik had het uit de race of ik zei, er komen zoveel leuke dingen vandaan. Maar en we hebben aan het begin van de uitzending ben ook gehoord, er zijn heel veel lekkere oliebollen en bijzondere varianten te krijgen. Maar de, het AD landelijk, die gaat op zoek elk jaar naar de beste oliebollen van Nederland. En Richard Voets, dat is een ondernemer hier uit de Reeshof, heeft er ook op de markt gestaan. Dan staat hij nu langs het winkelcentrum en ook bij een grote bouwmarkt. Heeft echt zo'n oliebollenkraam? Echt, kraam met Richard Voets oliebollen. Ook zo'n keten, denk ik, of niet? Nou, hij heeft voor mij twee of drie kramen. De ijskoning. Zoiets, ja. Hij heeft twee of drie kramen, maar hij doet volgens mij buiten seizoen iets met vis. En verder is het oliebollen. En, ik hoop dat hij zijn vet vervangt. Ja, dat doet hij. Want dat moet haast wel. Want, ja, het ruikt een beetje fishy. Ja, ik wou zeggen, het kan haast fishy. Niet anders dat, nee, dat je jaar op jaar in die top 10. En hij heeft vaak ook gewonnen. Dat is knap hoor. Ja. Dus dat is echt knap. Want ze gaan echt heel het land door. En ik moet ze hem voorstellen dat zo'n oliebol dan ook helemaal die kant op moet. En dan is hij blijkbaar nog goed. En weet je waar ze dan op letten, Piet? Dit vind ik nou dus de vraag voor Richard. Vraag, ja, ja. Dus, natuurlijk. Alleen het is natuurlijk wel. Het is prime time ook, hè? Ja, beetje prime time. Nou hebben ze een telefoonnummer en we hebben een paar keer aangekondigd. En hij zei ja. Dus hij heeft in ieder geval als hey, maar, komen brengen. Piet, we kunnen gaan proeven. Je vergeet nu te vertellen dat hij dus de... Hij is de beste van Tilburg en de vierde van Nederland. Wauw, nou dan gaan we hem nu... Dus aan het werk. Ja, gaan we hem gewoon bellen? Nu staat hij te bakken. Dus ik ben heel benieuwd. Moet je voorstellen dat je die staat te bakken en deeg te draaien en mensen in de rij. Oh, die oliebollen heel... Ik vraag me ook af of die met oudjaarsavond langer open mag. Ja, dat is een hele goede vraag. Tot hoe laat gaat hij? Blijft hij open vanavond? Ja. Ik vind dat hij wel langer open mag.
Ja, ik denk dat handhaving ook, zeker na een zak oliebollen, zal die wel doorlopen. Ja, dan gaan we gewoon... Precies. In plaats van rotjes gooien. Gewoon oliebolletjes. Grapje. Oliebollenbommetjes. Zonne, je gaat niet meer eten gooien, toch? Oliebommetjes. Nee, precies. Dat is niet, het is figuurlijk, jongens. Hebben we? Richard, hebben we je aan de lijn? Hi, met Richard. Hey ja, Richard. Ja, zeker. Het is gelukt. Hi. Oh, je bent even weg, weet je wel. Dit is natuurlijk jouw avond. Het moet super druk bij jou zijn nu. Ja, het is echt super druk. Dus ik heb ook korte tijd om een leuke spel met jullie. Want het is, je snapt wel, de mensen staan hier in de rij voor de oliebollen. Ja, precies. De slag staat de rij er en daar. De bakken zitten vol. Dus gelukkig met topdruk. Drukke tijden. Kijk. En Halima, jij vroeg je iets af, hè? Want ja. Je bent dus nummer 4 geworden in die AD-test weer dit jaar. Dus weer echt keihoog. Je bent al vaker nummer 1 geweest. En dit jaar weer nummer 4. Klopt. Dus eigenlijk de beste in de buurt. Ja, klopt. Nou, kan je ons even heel kort meenemen in waar wordt er dan op gelet? We hebben ze hier voor ons liggen, dus we willen dadelijk als we hem vast hebben weten waar we op moeten letten. Nou, de structuur moet goed zijn van de oliebol natuurlijk. Als je hem aan de buitenkant ook aantrekkelijk uitziet, dat is ook heel belangrijk. Als je een bol eet, je hoort natuurlijk niet dat als je een hap neemt, dat heel je wangen vol met olie zit. Dat is natuurlijk zoals Piet nu op dit moment. De structuur moet van binnen goed zijn, hij moet goed gevuld zijn. Natuurlijk of een gevulde oliebol moet natuurlijk goed gevuld zijn. Ja. Ik weet niet of je het meekrijgt. Ja, heel belangrijk. Ik weet niet of je het meekrijgt, maar ik zal even kijken de smak van die mannen hier, of we het kraken kunnen overbrengen. Hij kraakt echt heel lekker. Daar is ook een van de vereisten inderdaad. Dat is heel goed. Hij moet kraken, dus dat is lekker krokant. En dat is, dan scoor je al heel hoog als je daarvoor moet kraken. Van harte gefeliciteerd. Hey, ik heb nog een vraagje eigenlijk. Ja. Vraag me af, je staat nou zeg maar, denk ik al een week lang, of anderhalf week lang al oliebollen te bakken. Maar wat serveer jij vanavond om iets voor 12 aan jouw gasten? Als je die maar maximaal 3 hebt, geloof ik. Eet je thuis ook bollen? Ja, of pak je iets anders? Ja, ik geloof het of niet. Ik eet normaal 4 oliebollen, 5 oliebollen per dag. Ja. Alleen met oude, vanavond dus bij het vuurwerk, dan ben ik wel helemaal back af natuurlijk van alle druk. En dan lig ik rond 11 uur te slapen. Maar ik heb er vandaag alweer weer 4 genuttig. En dan met of zonder rozijn? Niet vanaf blijven. En dan met of zonder rozijn? Ik eet er met en zonder rozijn. Oké, ik ben van de zonder rozijn. Maar ook zonder poedersuiker. Nee, ik heb nog één vraagje aan jou, Richard. Ik heb eigenlijk heel veel vragen aan jou, merk ik ineens. Maar waarom mislukt het bij ons altijd thuis? Het lukt me gewoon niet om fatsoenlijk die kleur aan de buitenkant te krijgen zonder dat het aan de binnenkant ook gaar is. Kan je even onze luisteraars een gouden tip geven? Ja, de gouden tip is, kom allemaal naar Richard. Ik vind het ook oprecht knap dat je zoveel oliebollen hebt gekozen. En dat ze allemaal qua structuur goed zijn, inderdaad. Ja, je moet gewoon letten op de deegtemperatuur, is natuurlijk belangrijk. De olietemperatuur is heel belangrijk. Ja, en dan ben je al een heel eind. En natuurlijk al een heel makkelijk gezegd. Wij hebben natuurlijk professioneel apparatuur. En thuis is natuurlijk al een stukje moeilijker. Dus je moet een beetje liefde in dat beslag, liefde voor me omgaan. En dan, dat kom je dan heel eind, hoor. Ja, maar knap, hè, dat het allemaal zoveel jaren op rij, dat je gewoon net in die top 10 staat, joh. Dat is echt doe je echt iets goed. Ja. Hey, en mag jij, dat vroeg mij ook nog af, want ik heb heel veel vragen, maar dit is echt de laatste. is er ook een uitzondering voor jou vanavond gemaakt? Als in niet cruciaal, maar wel noodzakelijk beroep? Tot hoe laat mag je bakken vandaag? Zeker op oudjaarsavond. Wij bakken vandaag tot 5 uur. We zijn vanmorgen 6 uur al begonnen. Ik ben om 2 uur vannacht al begonnen. Om alles voor te bereiden, wat voor te bakken, etcetera, bestellingen klaar te maken. Ik bak vandaag tot 5 uur, maar dan loopt het altijd uit. Dan moeten ze nog een half uurtje. Mag je niet tot 8 uur? Tot 6 uur zijn we nog wel bezig, hoor. Misschien tot 6 uur. Dus mensen, als je nog luistert, nu deze. Helemaal klaar zijn met de opruimen. Ja, dan wordt het 8, 9 uur. Dus het wordt vroeg naar huis voor jou dit jaar? Officieel tot 5 uur open. Oké. Hey, en want voor de mensen die aan jouw kraan wel eens komen, jij zei net, ik blijf me toch blij bij me hangen. Jij zei 4 oliebollen per dag eet jij. En dan weet ik niet hoeveel calorieën er in de oliebol zitten. Maar je zag er best wel slank uit, toch? Jij bent er net geweest. Doe jij sport ook dan? Of? ik normaal wel, want de oliebollen zijn natuurlijk, de bedrijven hebben prachtig. Dan werk 7 dagen in de week van morgen 6 tot 12. Dus precies. Dan sport heel weinig, maar de rest van het jaar, dan let ik inderdaad op mijn eten. Maar er is ook wetenschappelijk olie.
onderzoek naar gedaan. Ik zag dat artikeltje net. Minder slecht dan mensen denken. En dat bevat best veel goede voedingsstoffen. Zitten minder calorieën in dan een Sonja Bakker eierkoek. Nou, dat had je natuurlijk niet verwacht. Wauw. Nee, dat is weer, dat had ik ook niet verwacht. Oliebol versus de... Hey, volgens mij moeten wij jou laten gaan. Met we gaan eten hier dadelijk, denk ik. Ja, gooi even zo'n oliebol naar mij hier. Oh, ja, precies. Ze roepen mij weer hier, dus ik... Ja, nou, wij wensen jou in ieder geval een hele fijne jaarwisseling toe. Ik denk dat je dit jaar wat eerder thuis bent dan normaal. Maar ik wens jou in ieder geval, en namens het team hier, een hele fijne avond. Ja, succes nog even met de drukte. Ja, niet ervan, dankjewel, Richard. Dankjewel. Jullie ook een fijne jaarwisseling en nog een fijne uitzending. Dankjewel. Goedjes. Zijn heren. Hoi. Oké. Dankjewel. Doei, doei. Hoi. Ik 5 uur. Dat vind ik... Dat kan Ja, nou ja, ja, het is wat het is. Nou ja, en hij is nog tot 9 uur bezig. Hè? Dus stel je voor dat hij tot 8 uur doorbakt, dan is hij... Haalt hij de normaal gesproken zijn ze tot 10 uur en zijn ze nog oliebollen aan het bakken. Dus dan is hij 5 uur aan omzet ook kwijt. Ja. Nou, ik moet zeggen, we hebben het met vuurwerk hier ook. We hebben ook heel lang hier vuurwerk gekocht waar we nu zitten in dit gebouw. Maar ja, natuurlijk, dat mag niet meer. En dat is ook... Ja, denk ik een aflopende zaak. Vuurwerk die je koopt in de winkel en dan zelf af gaat steken. Ik denk dat we echt toe gaan in de toekomst naar gewoon shows door de stad. Ze willen er eentje in de Racehof en in de Piershaven gaan doen. Maar toen waren we ook rond een uur of 6, 7 is het wel klaar. Mensen willen ook beginnen aan hun nieuwjaarsavond. Ja, ja, en dan beginnen die dineetjes. Dus dan kun je ook wel dicht. En dan vind ik ook, dan heb je ergens dus ook... De vloek is ook de zegen gelijk. Ja, ik denk het ook. Dus het is dan, dan over is de Piershaven gesproken, gaan jullie die nieuwjaarsuit doen? Oh ja, de nieuwjaarsduik. Hij wordt niet georganiseerd dat jaar, geloof ik. Maar wij kunnen wel... Ik ben wel een beetje van het Wim Hoffe, dus ik vind het wel lekker om af en toe de kou op te zoeken. Oeh, ja. Ik zou het niet kunnen, denk ik. Over nieuwe voornemens gesproken. Ja. Een mooi bruggetje. Ik heb me aangemeld voor zo'n ijsbad ding hier in Tilburg. Oké, waar dan? Kan je daar naartoe? Ja, het zit ergens... Voor je lol in de ijsbad te gaan zitten. Ga je echt in zo'n ijsbad en dat schijnt kei goed te zijn. Dat is heel goed. Het is goed voor je weerstand. Blijkt ook super moeilijk te zijn, hè? Blijkt ook super moeilijk te zijn om daar lang in te blijven. Ja, want het is een hele sessie. Je wordt erop voorbereid en daarna helemaal mindful... Maar ik denk dat ergens in februari, geloof ik. Ik ga je nog dit moeten we eigenlijk, dit moet je live, hier moet je live verslag van doen, denk ik hoor. Dat moet even een item waar we kunnen instaan. Geluid een beetje zachter zetten. Precies. Nee. En dan zo plons. Piet, heb jij nog goede voornemens verder dan? Balans. Het is echt voor mij al heel lang rennen, vliegen, duiken, vallen, opstaan, weer doorgaan. En ik weet nog niet zo goed of ik dingen moet laten vallen, of ik dat kan. Loslaten. Ja, misschien en kill delegeren. Kill your darlings. Uit delegeren. En helpt daar zo'n lockdown dan niet mee? Want bij dan mij moet je heel veel loslaten. Nee, ik heb het gewoon. Ik heb het drukker gehad dan daarvoor. Dus voor mij is het de lockdown. Ja, had je drukker of voelde je drukker? Allebei. Ik had het ook wel echt, want ik werk in het onderwijs en ik heb 3 klassen die ik mag begeleiden dit jaar, waarvan er 2 praktijkonderwijs zijn. Dus dat betekent gewoon, ondanks welke lockdown dan ook, we zien elkaar live. En 1 klas woonde bij jou thuis, toch? En er woonde nog. Ja, en ik heb ook nog 7 mensen in huis gehad de tijd lang. Nu zijn er nog 2 komen, er komt er eentje. Dus dat is ook wel pittig geweest. Nou, we hebben hier in de race of dat terrein, we zitten nu in het restaurant, maar er zit nog van alles omheen en dat heeft ook allemaal aandacht nodig. Dus het is wat dat betreft wel een dingetje geweest. Ja. En ik moet ook zeggen, ik vond dit jaar ook veel meer van mijn studenten heb ik echt mee te doen gehad. Ja. Als je als coach en begeleider van mensen krijg je ook veel van de ellende mee. En er is op allerlei gebieden best wel veel ellende geweest. Ja. Daar ben ik wel een beetje... Ja, dus ik was ergens wel blij dat we elke week met elkaar hier dit uurtje hadden. Waarin we echt hele leuke dingen, soms ook de heftige, maar ook vaak de leuke dingen eventjes met elkaar even belichten. Even loslaten, even niet drukte. Ja. Zijn er nog dingen jou heel erg bijgebleven? Van het afgelopen jaar? Ja. Nou, eigenlijk nog niet zo lang geleden. Ik ben heel erg met Amar vorige keer in de uitzending naar huis gegaan. Ja, dat was tof. Amar die heeft vorige keer heeft een paar weken geleden, geloof ik, drie weken geleden heeft hij zijn paspoort gekregen. En we zaten met hem gezellig te kletsen en grapjes te maken over zijn Nederlanderschap. En toen zei hij, ik heb morgen een ticket geboekt naar Turkije, want daar kan ik mijn broer zien, die ik al 6 jaar niet gezien heb. Ja. Wauw. En toen had ik zoiets van, ja, dat kwam wel heel erg binnen. Ik weet niet hoe dat bij jou binnenkwam, sowieso. Piet. Maar ik denk, wacht even. Tuurlijk is dat Nederlanderschap voor hem zo belangrijk. Want dat is letterlijk zijn vrijheid om zijn familie te zien. En daar had ik niet bij stilgestaan tijdens de uitzending. Dus die heeft nog heel lang in mijn hoofd gespookt. Ja. Ja, dat vond ik een hele mooie. Heb jij nog iets, Maud, waarvan je echt zoiets had van afgelopen jaar? Dat is me bijgebleven? Of een bijzonder gesprek of persoon? Iets? Er is zoveel langsgekomen. Ja, dat klopt. Ik vind het lastig. Nol. Nol. Nou ja. Nou, wat een toeval. Zullen we die zo eens gaan benaderen dan misschien? Dat is gewoon een heel, heel directe lijn. Met een hele mooie gast. Dat was een hele leuke aflevering ook. Daar was toen gasten in die uitzending. Ja, klopt. En volgens mij
Was jij er nou? Of was met die met wie? Ja, was... ik zat aan tafel en onze Loet, geloof ik. Ja, maar jij had toch iets aan moeder of zo? Of het was een raar verhaal met. Of was er van. Wacht even. Nu moet ik ook goed denken. Iemand had een bijzonder verhaal. Het was met Zeeland, ik weet het zeker. Ja, het had met Zeeland te het maken. Het ging over Zeeland. En nou ja, dan moeten we. Die uitzending even terugkijken. Oh, denk ik hoor de hoofdredacteur, die weet het nog wel. Jaël. Oh, Jaël. Dan weet ik het ook niet meer. Het was een collega. Een collega, Jaël. Nou, ik haal heel veel fame naar mij. Het heeft zoveel indruk gemaakt dat jullie het allemaal niet meer weten. Ja, het was Jaël. Jawel. Ja, nee, maar we wisten dat iemand was ontzettend fan. Dus die moest op de foto en moeder bellen. Kijk, ik zit nu in die zit dat naast is me. En ik haal heel het verhaal naar mij toe. Ik was het helemaal niet. Ja, sorry. Nee, ik dacht, ik wist dat iemand toen bij was. Maar, sorry. Goed verhaal. Ja. Excuus. Oké, goed. Dat zijn die verhalen die je tijdens het uitleggen toch over nog hebben. Ik vind dat we hem even moeten bellen. Om dan eventjes te vertellen dat of hij nog eens of hij nog veel telefoontjes van hem heeft gehad. Of hij nog goede voornemens heeft ook. Ja. Eens even kijken. Leuk. Een van de muzikale hoogtepuntjes van 2021. In de trend van doe mij maar alles. Ja. Ik dacht dat is een leuk woordgrapje met Piet. Doe mij maar alles. Ja, had een heel shirt bedrukt, maar hij kwam niet helemaal binnen. Zijn album was Doe mij maar alles. Dat had ik daar een shirt van laten maken. Ja, dat is ook zo. Oh, hij hangt wel jaar... Oh ja. Hi, goedenavond. Je zit live in de uitzending van Tilbus. Hi, hi. Hoe is het deze avond, oudjaarsavond? Zit je al te feesten? Nee, nog lang niet. Nee, je gaat nog even... Ja, het is ook pas 5 uur hè, bijna, dus je hebt nog even de tijd. Kan nog even, ja. Zeker. En wat gaat het worden vanavond? Want je hebt natuurlijk een bijzonder jaar achter de rug. Op een gegeven moment heb je de prachtige album uitgebracht, Doe mij maar alles. Ja. En toen kregen we eigenlijk niet alles. We kregen veel minder dan alles. We kregen maar een bietje. Ja, we kregen maar een heel klein bietje. En wat heb je met een bietje gedaan? Dat levert dan toch wel even een soort van... Dat je denkt, jezus, waar zijn we nou weer in mezelf geraakt? Ja. En je denkt steeds dat het over is en dan begint het weer en dan weer dit en dan weer dat. Dus ja, het is wel lastig steeds het verzetten van optredens ook. Dat is ook gewoon super lastig. Ja. Sommige dingen al 2 of 3 keer en dan... Maar goed, het is wat het is. Maar kan me wel voorstellen dat de momenten die overblijven, dat die wel extra nu in je geheugen en misschien wel in je hart gericht zijn. Als de momenten waarbij je toch even bij elkaar zat. Want er zijn wel dingen doorgegaan, toch? Jawel, er zijn wel dingen doorgegaan. Ja. Nee, zeker. Maar ja, het lastige is, ik had het daar straks met iemand over, dat... Ja, er is echt wel wezenlijk iets veranderd natuurlijk in de wereld. Gewoon, het is niet meer allemaal vanzelfsprekend. Kijk, de ene keer is het weer met 1,5 meter tussen. Dan weer minder mensen in de zaal, dan weer dit, dan weer dat. Ja. Weet je wel. Dus het is maar heel even geweest dat het weer voluit even komt. Voel je een beetje de speelbal van het beleid op het moment? Want het heeft heel veel ook effect op jou als artiest en heel je vakbroeders eigenlijk, zeg maar. Ja, zeker. Maar goed, ik snap de andere kant ook. Tenminste, ik kan toch ook wel weer begrip opbrengen voor... Ja, als je de mensen, de specialisten of de wetenschappers hoort, het is voor iedereen een beetje onvoorspelbaar. En als het ergens in de wereld weer gebeurt en muteert, dan komt het weer een keertje binnen. Ik denk dan laten we elkaar in de wereld een beetje helpen met iedereen vaccineren. Is het dichtbij gekomen? Als het om geld gaat. Qua mensen in je omgeving. Heb jij in je omgeving ook echt dat je zegt van ja, ik heb het kwaad van het corona wel eens van dichterbij gezien? Nou ja, zeker. Niet op een hele heftige manier. Maar wel, iedereen die ik ken heeft het ook al gehad. En meer zo het persoonlijke leed van de gevolgen van corona. Van inderdaad beleid. Zeker in de muzikantenwereld is natuurlijk al die jongens waren hun werk kwijt. Hè? En die moesten meteen weer op zoek naar andere dingen. En dat is lastig, want je mist meteen wel een heel belangrijk sociaal leven. Kijk, muzikant zijn is één, maar de wereld eromheen en steeds op pad zijn en de gezelligheid onder elkaar, dat mis je ook enorm. Dus dat is wel waar iedereen een beetje last van heeft. Hè? Er is een deel van je sociaal leven in één keer verdwenen. Ja. Hoe kijk jij naar het nieuwe jaar, Nol? Hoe kijk ik naar het nieuwe jaar? Het is zo'n moment waarop eigenlijk iedereen eventjes daarover nadenkt. Hè? Hoe ga ik het volgende jaar inrichten? Of misschien heb je iets voor onze luisteraars, een mooie uitbrander. Een mooie uitbrander? Ik zou het toch geen uitbrander willen geven. Maar, een mooie nieuwjaarsgedachte. Een nieuwjaarsgedachte, kijk. Dat is een mooie wens. Nou,
Ja, ik weet het niet. Ja, het enige wat ik kan zeggen van blijf nou een beetje naar elkaar omkijken. Want dat is de enige manier om zeg maar dingen van elkaar te zien of elkaar te helpen waar nodig. Dat vind ik wel, dat moet iedereen een beetje in de gaten houden, denk ik. Ja, omdat veel mensen natuurlijk wel een soort dip oplopen. Dus ja, probeer een beetje naar elkaar om te kijken. En verder, ja, ik hoop natuurlijk dat we allemaal weer gewoon een beetje langzaamaan, dat het weer een beetje mag allemaal. Ja. En dan maar hopen dat het zich een keer herstelt. Dat het weer een heel klein beetje back to normal gaat. Dus ja, en wat heb jij na 14 januari als eerste gepland staan? Heb je daar zicht op? Ik weet niet. Ik heb niet. Stel, het mag open. Alles mag open na 14 januari. ik kijk niet eens meer in mijn agenda eigenlijk. Jij laat het gewoon helemaal op je afkomen. Ik hoor die boeken dan weer. Oh ja, die is verzet, die gaat naar daar. En die is verzet, die gaat naar daar. Nou ja, en af en toe kijk ik in mijn agenda en denk ik, oh, even kijken hoe het er nu bij staat. Maar ik heb geen idee. Ja, ik heb een aantal dingen staan waarvan inderdaad de helft van januari alweer ingeleverd is. Maar Nee, en ik ben met een aantal leuke, mooie fotoprojecten bezig die ik heel tof vind. Dus daar ga ik vooral mee bezig. Ik stort me nu heel even op fotografie wel. Omdat die muziek, ja, daar gaat het me even niet worden. Dus in het nieuwe jaar veel van beide, denk ik, voor mij. Oh, mooi. Dus ik probeer me gewoon daar heel erg mee bezig te houden. En Nou, misschien dan wel. Ik hoop dat... Je hoopt dat? Nou, ik hoop dat het allemaal een beetje weer een beetje op gang komt en dat iedereen er toch wel weer een beetje overheen komt. Zo van, oké, nou ja, nu vertrouwen we een heel klein beetje op het beleid een beetje vertrouwen wel. Nou, misschien nog om het dan toch wel blijven houden eigenlijk, toch? Ja, we moeten sowieso vertrouwen blijven houden. En misschien dan, omdat het voor jou wat moeilijk is, ik denk dat we allemaal voor de grote deel weten wat jij ook wenst. Hè? Opengaan, de mensen weer zien, je publiek, de energie daarvan terugkrijgen die je geeft via je muziek. En misschien is het dan wel mooi om het even om te draaien en een soort van bedankje te doen aan jou en al jouw vakbroeders. Ook bijvoorbeeld zo'n Simon die vandaag hier ook was en toch nog iets heeft laten horen. De mensen die muziek in ons leven brengen. Want ik denk dat dit wel echt een tijd is waarin we op allerlei gebieden vinden we een stukje vertrouwen en hoop. Maar vooral ook denk ik in muziek. Ja. Want ook bij onze voorbespreking hadden we net, vroegen we aan bijvoorbeeld Mout. Van Mout, wat is er nou bijgebleven van het afgelopen jaar? Nou ja, aflevering met Nol. En dan vooral dat ene nummer waar je het dan ook over had, die borrel in de zon. Want wat missen we met elkaar ontspannen zonder dat er verder zorgen om ons heen zijn? Die borrel in de zon. Ja, dat is waar. En dus bedankt dat je daarin door blijft zetten. Dat je muziek blijft maken. Dat je stem leent aan mooie klanken, mooie muziek, mooie nummers, mooie teksten. Die toch echt nog steeds onze harten raken. Iedereen heeft zijn eigen nummers, zijn eigen geluid. Wat die gevoelige snaar raakt. En ik denk dat alle mensen die in deze gekke tijden hun nek uitsteken, dingen doen, er voor de ander zijn. Maar muziek is daar een hele belangrijke factor in, denk ik. Want al die mensen die, en dan gaat het bijvoorbeeld over de zorg of de mensen die van horeca thuiskomen. Een van de dingen die we allemaal doen, als het even niet meer zitten, dan gaan we zitten en zetten een muziekje aan. Ja, dat is waar. Kijk, ik krijg ook nog steeds goede zin van mooie muziek. Ik heb gisteravond toevallig een live concert van Bonnie Raitt gezien. Hey. En dan denk ik, ja, dat is toch wel te gek. Dan word ik bijna emotioneel van hoe goed het is en hoe fijn dat ik dat vind om gewoon helemaal in die muziek te zitten. En dat vind ik ook mooi. Dan daarvoor bedankt namens al jouw luisteraars, fans. En dan wens ik jou alvast de beste dagen nog en een mooie tijd. Ja. We gaan genieten denk ik nog van één lied. Ja, zullen we dan de uitzending inderdaad uitzingen met Borrel in de zon van Nol? Tot volgend jaar. En een gelukkig nieuwjaar. Jaarswisseling. Allemaal. Ik zie je weer waar. Ik zie je weer waar. Precies. En dankjewel Martijn. Dit was Tilbus. Het is een uur of drie. Een lome zondagmiddag. Vogels zingen vrolijk. En ik even niet. Ze wonen in mijn tuin. En ik ken er niet een. Maar ze zeuren nooit, wat een mooie dag. Nergens zo mooi, nergens zo rustig. Alleen vlinders en bijen vliegen om me heen. Heb ik zin?
wachten tot een uur of vier. Ik wil een roes met niemand in de buurt die me tegenhoudt. Niemand van wie het niet mag. Wat een mooie dag. Samen en praten mag, maar zwijgen.